cases of theft and attempted theft have increased enormously over the last few years. Organized crime is especially keen on high-value, trendy products which can easily be sold. To try to counter this trend, in 1999, the high-tech sector founded Tapper EMEA, following the example of Tapper in the US. We zagen een enorme toename van diefstal op het gebied van computers, op diefstal van computercomponenten. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest om van een aantal bedrijven die in deze zaken werken, bij elkaar te gaan zitten en eigenlijk met elkaar proberen een vuist te maken en antwoorden te geven die wereldwijd ook gebruikt kunnen worden om een halt te roepen aan de toename van deze criminaliteit. It takes professionals to provide customized security solutions. Transport World reports from AGS Freightwatch in Vlaardingen, Netherlands. AGS Freightwatch Europe is een bedrijf dat expliciet is gespecialiseerd in transport en logistieke beveiliging. We zijn 7 jaar geleden begonnen en inmiddels in snel tempo uitgegroeid en actief in 15 West-Europese landen. Criminals focus on cargo such as computers, pharmaceuticals, tobacco and liquor. These can be sold very easily. Zeker in Nederland is toch de mentaliteit dat men nogal nuchter is. Het gebeurt mij niet. Dat is toch wel een beetje de mentaliteit. Alleen het komt in razend tempo, komt het toch wel deze kant op. Criminals look for vulnerabilities and weak links in practices and security and use these cleverly and ruthlessly. Die bedenken dat gewoon van tevoren. Die weten al precies welke lading erin zit, wat de route is. Heel vaak zoeken ze al de chauffeur uit. During driver security training, drivers are trained to act proactively and safely. Part of this is how to act in case of an emergency, like a robbery. But the driver also learns that, without realizing it, he can be an important source of information. More and more, companies want to or need to meet Tapper requirements, often because their customers require it. We merken toch dat veel vervoerders nogal makkelijk omgaan met toch wel belangrijke informatie. Veelal kom je binnen op de afdeling planning, zie je het planningsbord hangen, waar eigenlijk in één oogopslag al valt af te lezen van waar zit welke vrachtauto. Veelal is er sprake van een sleutelkluisje, waar labels aanhangen met de desbetreffende kentekens van de vrachtwagens. Allerlei kleine zaken die de crimineel heel makkelijk maakt om zijn slag te slaan. AGS Freightwatch identifies these weak points and works together with the producer and the transport company to find solutions. Daarin wordt geïnventariseerd wat op dit moment de genomen beveiligingsoplossingen zijn door de cliënt. Daarnaast wordt het concept zoals wij het verzonnen hebben, wordt ernaast gelegd. En aan de hand van de gaten die erin zitten, van de scars, correctieve maatregelen die genomen moeten worden, gaan we zo'n traject in. Meanwhile, a robber is driving away with the stolen truck. He does not know, however, that the ESMC control room knows exactly where he is, thanks to the GPS tracking and tracing system. The ESMC generates the emergency response. In 60-70% van de gevallen is er iemand intern bij betrokken. Zeker als je praat over georganiseerde misdaad. Die kopen informatie, maken enerzijds gebruik van open bronnen, informatie die ze van het net kunnen halen, uit jaarverslagen kunnen halen. Anderzijds hebben ze natuurlijk ook altijd te maken met gesloten bronnen. En dat is informatie die wordt veelal gekocht. Dus dan is er inderdaad medeplichtigheid vanuit de vervoerder of vanuit de forwarder. The security professionals have various solutions for these problems. Even physical escorts of transports are possible. Begeleiden doen we middels onopvallende, veelal vierwiel aangedreven voertuigen. Dan begeleiden we het voertuig echt van het ophaaladres naar het afleveradres. Of course, it is not possible to escort every individual transport. This approach is combined with other solutions. Special training, for instance, to enable the drivers to engage in the prevention of theft. We verzorgen met name voor de vervoerders een driver security awareness training. En die training is puur gebaseerd op het bewust worden van de risico's. The driver learns exactly what he can do in case of an attempted theft or a violent robbery. Met procedures dat chauffeurs zich dus echt aan de regels houden. Dus als ze vrij zijn, niet praten over hun werk. Want de meeste informatie die een crimineel nodig heeft, ja, die komen toch van binnenuit. Maar goede criminelen, die kunnen goed luisteren. En die weten precies, ja, waar gaat die chauffeur morgen heen, waar gaat die volgende week heen. Nou, dat zijn allemaal trainingen om chauffeurs er zich van bewust te maken dat ze daar niet over praten. Technical measures provide additional solutions for transport security in general. They
Peter Meijer, meldkamer Holland-Vlaardingen. Het voertuig is statisch op dit moment aan de Haakweg en heeft als daknummer nummer 40. Op de meldkamer komen eigenlijk posities binnen van ladingen, personen en voertuigen. En afhankelijk van een afwijking van zo'n systeem kan er een opvolging plaatsvinden. Bijvoorbeeld als een voertuig te lang stationair stilstaat. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een chauffeur onwel is en de motor staat te draaien. Krijgen wij daar een melding op? Het kan zijn als een chauffeur te hard rent, dus kunnen we een melding krijgen. Als hij te hard rijdt, kunnen we een melding krijgen. We kunnen zien als tussentijds een laaddeur wordt opengemaakt. Dus stel dat de chauffeur ligt te slapen en iemand gaat de laaddeur openmaken, dan kunnen we dat zien. We kunnen een gebied aanmaken op het moment dat het voertuig dat gebied uittreedt, dat we een alarm krijgen. Dat is eigenlijk hard zo gek niet te zien. The GPS tracking and tracing system makes an immediate follow-up of an emergency possible, and we can provide assistance quickly. De ene cliënt wil graag weten waar zijn zeilboot is, de andere cliënt wil graag weten waar zijn lading is, een andere cliënt wil graag weten waar zijn voertuig is of zijn trailer is. Dus voor ieder soort object hebben we bepaalde oplossingen. En we kunnen zelfs speciale custom made oplossingen maken. Dat betekent dat we bijvoorbeeld het in een lading kunnen verpakken, waardoor het verlopen of het vervoer van de lading in kaart gebracht kan worden. In short, there are various high-tech solutions to monitor and trace vehicles and cargo. Wij hebben een melding ontvangen dat het voertuig zich verplaatst op de Kulkweg. Daar heeft het de eerste afslag genomen aan de rechterzijde. Dat betekent dat wij gewoon de coördinaten door kunnen geven van het voertuig. En dus de helikopter op enkele meters nauwkeurig kan bepalen waar het voertuig zich bevindt. So the roof number is essential. Je moet zich voorstellen dat op de Rijksweg een aantal voertuigen rijden. Dan lijken ze van boven allemaal op elkaar. Maar door middel van zijn daknummer kan zijn voertuig perfect geïdentificeerd worden. Kamer 103. De 103 ziet waarschijnlijk het voertuig te rijden. Bestuurder, u moet aanhouden. Bij iedere verdachte beweging wordt direct geschoten. Handen omhoog met vingers gespreid. So what is the effect of these preventative measures? Aanzienlijk. Het is heel moeilijk om dat in cijfers uit te drukken. Alleen als we naar bestaande relaties kijken, zijn er gevallen bij dat de schade toch wel 35-40% is gedaald. Mede door de preventieve maatregelen die we nemen, mede door het fysiek begeleiden, de trainingen die we aan chauffeurs, die we voor chauffeurs verzorgen. Allemaal aspecten die het totaalpakket bijdragen aan een enorme preventieve werking. Robbery and theft can never be completely prevented, but an effective security concept can considerably reduce the risks.